we hebben de inaugurele vlucht gehad van de American Airlines. Samen met de regering hebben we natuurlijk als airport eraan gewerkt om dus zoveel als mogelijk routes te ontwikkelen om de connectivity van en naar Suriname te kunnen bewerkstelligen. De planning is dus dat ze 5 dagen in de week gaan vliegen. 5 keer in de week vallen vluchten. Nou, dat hebben ze buiten de toespraken om al gedropt. En ze hebben dus gevraagd om met de sectoren, de actoren hier dan gesprekken te voeren de komende dagen. En wij zullen ze zeker ook in deze dagen ontvangen voordat ze vertrekken. Good afternoon everyone. How's everybody doing? Yes. We are so excited to finally be here today with all of you. Thank you for joining us in this important day of American Airlines as we become the first and only U.S. airline to offer non-stop service to Suriname. Paramaribo will now connect 5 times a week with Miami Hub, our largest international gateway in the United States. 5 keer per week, is dat volle vluchten heen en terug? Een paar uurtjes terug heb ik me laten vertellen door de operations dat de vlucht die in de ochtenduren met hetzelfde vliegtuig vertrekt richting Miami vol geboekt is. Er zijn zelfs 5 tot 6 extra boekingen die op een lijst staan. Dus daar moet men nog een uitspraak over doen. Maar in ieder geval de komende 4 vluchten zijn vol geboekt. En dat natuurlijk, kijk, we hebben... Het zijn Surinamers. Nou, het is een mix, denk ik. Surinamers, maar ook andere burgers die dus hier zijn. Ik geloof erin dat het overgrote deel Surinamers zijn. Suriname is an important addition to our sectional network in the region to further strengthen our presence in South America. There is a long history of the U.S. doing business with Suriname and of U.S. companies present here, going back well before the independence of the country. The U.S. is the biggest import partner for Suriname, 25% of the imports, which is around $290 million back in 2020 before COVID. These are all pre-COVID numbers. And then Suriname exports to the U.S. around $180 million. And I think now with these frequent flights, I hope to see those numbers go up as we begin to recover from COVID. Heeft de kans van dit Amerikaans bedrijf te maken met die olieboom? Ik hoef er niet om de hete brei heen te draaien. We zien wat in Guyana gebeurt. Daar hebben ze ook al heel vroeg voet aan grond gekregen. En nu Suriname. Wij moeten daarop ook gaan inspelen. En ik ben bijzonder trots op het feit dat ook tenminste SLM als groundhandler of als afhandelaar dit ook haar deel opeist in deze samenwerking of bij deze overeenkomst waarbij ze American Airlines Suriname aandoet. Dus ja, het heeft zeker te maken met de ontwikkelingen. We weten welke strategieën grote bedrijven wereldwijd toepassen. Wanneer ze zien dat bepaalde industrieën op gang komen, dat ze daarop alvast beginnen in te spelen. Het is vandaag erg druk, hè? Nou, we zijn heel erg blij met de drukte. We hebben dit al een tijdje niet meegemaakt. We hebben vandaag diverse vluchten. We hebben vandaag de American Airlines inaugurele vlucht. We hebben KLM, die dus 4 keer in de week Amsterdam route voor ons onderhoudt. We hebben de SLM, die de Miami doet en binnengehaald vandaag. En we hebben ook een Aruba vlucht, die is uitgevoerd door Fly Always. Dus het doet ons goed en wij houden van drukte, omdat drukte met zich meebrengt natuurlijk, dat wij ook scherp blijven. Ook de airport is natuurlijk levendig. Na een tijdje zie ik dit natuurlijk ook op de airport. Met de komst van American Airlines, met de toename van het aantal vluchten die zijn toegestaan vanuit de regering, en daar zijn we dankbaar voor, dat wij dus die richting van normalisatie tegemoet zien. SLM gesproken, gaan ze juist niet meer verlies leiden met de komst van die reuzen? Het heeft te maken met innovativiteit. SLM gaat ook veel meer innovativiteit aan de dag moeten leggen. Uit een ander vat moeten tappen, heb ik ook eerder benoemd. Waarbij zij moeten gaan kijken naar welk deel van de markt willen ze bedienen. Maar ook gaan concurreren. Het lijkt misschien een cliché, maar concurrentie is goed.
Op welk gebied of op welke manier gaan ze concurreren? Dat is nou de vraag. We're proud to be able to open the door of Surinam to the world. Thank you, ladies and gentlemen. Yes.